Oké, in deze video heel snel een voorbeeldje van hoe een elektrische motor klinkt als je erop rijdt. Nee, dat was niet echt een geluid. Dat was daarop gemonteerd. Hè. Nu het echte geluid. Heel veel motorfietsen hebben een heel specifiek geluid, maar dan vaak omwille van de uitlaat, dat een bepaalde uitlaat een specifiek geluid heeft. Deze motorfiets is elektrisch, dat heeft natuurlijk geen uitlaat, maar die heeft wel nog altijd een heel specifiek geluid. En het is ook zo dat, dat verschillende motorfietsen, elektrische motorfietsen, ook verschillende geluiden produceren. Bijvoorbeeld de Energica, er zijn twee grote spelers op de markt. Je hebt Zero, waarvan ik de SRF heb, maar je hebt ook nog Energica, die gebruiken een ketting voor de aandrijving. En ik weet één Energica Eva, dat is een beetje het vergelijkbaar model van Bitmore dan van Energica. Weet ik in Gent rondrijden, dus ik heb het geluid al effectief zelf gehoord en daar hoor je heel fel de ketting die ronddraait, een heel scherp geluid. De Zero is veel stiller in dat vlak, op dat vlak. Typisch als je met een motor rijdt, dan weet je ook dat je naast dat uitlaatgeluid ook heel veel hoort van het verkeer. Dus vrachtwagens die passeren, maar ook gewoon auto's. De banden, het rolgeluid van de banden. En dan een keer dat je meer dan 90 km per uur rijdt, heb je natuurlijk heel veel windgeruis ook. Dus dan hoor je eigenlijk niet zoveel meer van de geluiden van de motor. Het typische motorgeluid, wat je dus eigenlijk enkel hoort bij de Zero als je minder dan 90 km per uur rijdt. Ik heb hem hier op de bok gezet. Alleen nee, het is geen bok, het is een paddockstand. Dus dan kan ik het nu... Dus nu op dit moment, je hebt normaal gezien een klik gehoord. Dus de motor is actief, is aan. Maar ik heb nog wel mijn killswitch, dus ik kan nog niet rijden. Dus ik moet deze, daar zit een killswitch op. En hier zit ook nog een killswitch. En pas nu kan ik effectief rijden. Nu op dit moment hoor ik nog altijd niks. Ik denk... Nee, zelfs de rem indrukken activeert de motor nog niet. Maar als je een klein beetje aan het gas komt... Hoor je? Nu is dus de... Ik vermoed dat dat de controller is die zijn werk doet. Dus nu is de controller actief. En dat maakt dit geluid. De motor op zich heeft nog niet gedraaid. Hè. Maar nu ga ik even hier aan de gas komen. Terwijl ik de camera hier hou. En dan zal je het geluid van de motor in de werking ook horen. Dat is het echte motor- en rolgeluid. En wel niet echt rolgeluid, maar het echte geluid van de motor. Wat hij hoort als je rondrijdt. Zoals hij hoort maakt die riem eigenlijk, die aandrijving van de riem, maakt heel weinig geluid. En zeker nu dat hij goed afgesteld is. Kijk, die staat ver genoeg van die rand hier. Soms als het nat is, kan die riem een klein beetje geluid maken. Maar eigenlijk sinds dat ik hem goed afgesteld heb... Kijk, en nu is hem vanzelf stilgevallen. Sinds dat ik hem goed afgesteld heb, heb ik daar eigenlijk niks meer van gemerkt dat die riem geluid maakt. Dus je hoort vooral die... Ja, het is eigenlijk... Ik kan het best vergelijken met een stofzuiger. Het is dat je op een stofzuiger zit. Alleen niet dat ik weet hoe dat klinkt om op een stofzuiger te zitten, maar moest je op een stofzuiger zitten, denk ik dat het zo klinkt. Maar typisch hoor je meestal dus je banden rollen, het verkeer, als je sneller rijdt, de wind en zo. Dus je hoort eigenlijk zelden echt... dat motorgeluid.